Vandaag zijn we in het Innovation Center van Friesland Campina in Wageningen. We blijven innoveren om in te kunnen spelen op de behoeften van consumenten en onze klanten. Maar wat gebeurt er hier eigenlijk in het Innovation Center en waar werken we op dit moment aan? Laten we gaan kijken. In de pilot plant voeren wij proeven uit voor onze technologen en researchers en productontwikkelaars in het innovatiecentrum. We doen ongeveer 500 unieke proeven op jaarbasis hier in de pilot plant. Dat kan zijn van toetje van de maand, kaasproducten, mozzarella. Daarnaast doen we ook procesoptimalisaties voor onder andere geëvaporeerde melk voor de nieuwe fabriek in Leeuwarden. I'm working on an evaporated milk with spice flavors added for the Rainbow brand that is to prepare a specific and traditional tea in the Middle Eastern countries. It is a convenient solution for a tea that's traditionally quite complicated to prepare, so we really worked hard to get the perfect in-cup flavor profile for the consumers that is also convenient for them. Nou, het leuke aan mijn werk is de diversiteit. Ik heb met heel veel mensen te maken, heel veel opdrachtgevers. We vonden het erg leuk om een kijkje te nemen achter de schermen hier bij onze collega's in het Innovation Center in Wageningen. Door gericht te innoveren dragen we bij aan onze strategie.